willen graag jou de opdracht geven om de persoon om te leggen. Een ex-collega, die moet jij zoeken en die moet je voor ons om gaan leggen. Die man die... dat is Simon. Oh, wat denk je nou van Simon? Hand omhoog. Dit je niet verwacht, hè? Yo, Simon, long time no see. Hoe is ie, bro? Nou, bro, luister. Ik heb letterlijk een opdracht gekregen, bro, om jou eraf te halen. Bro, zeg nu met chess, bro. Heb je het gedaan, ja of nee? Zo. Oh, hallo? Goeiedag. Wie is dit? Hey, je spreekt met Micha, Netas. Hey, Micha. Yo. Ben ik met Rico? Jazeker, dat ben ik. Oké, dat is mooi. We hebben een opdracht voor je, Rico. Er heeft iemand die heeft ons bestolen van een aantal substanties drugs. Ja? En we willen graag jou de opdracht geven om de persoon om te leggen. Oké, okay. Kan ik even naar jullie dingen komen? Dat is misschien makkelijker. Ja, is goed. Kom maar hierheen. Weet je, moet ik je locatie sturen? Nee, ik weet wel. Het is wel geen probleem. Je weet het. Is goed. Dan zorg dat iemand klaar staat om je op te vangen. Oké, top. Oké, yo. Wel? Maar dat klinkt als een missie, bro. En ik ben ook ready voor een missie. Let's go. Kijk, mijn auto staat al klaar. Ik zeg je eerlijk, deze auto. Ik ben er nog steeds echt blij mee, man. Kijk, mijn ram is wel stuk. Geen probleem. Even snel naar het Netusterrein. Kijk, daar bij het Netusterrein. Kijk, man. Mannen! Hallo? Hallo? Oh, kijk. Goedenavond. Ik zal even de auto verder opzetten. Zo, hier is mooi. Kijk, heren. Yo. Er is wat gebeurd. Jullie zijn bestolen. Weet jullie ook door wie? Ja, klopt. Nee, dat weten we helaas nog niet. We weten wel wat voor persoon het is, maar niet wie het is. En hij heeft ons bedrogen. Dan moet jij voor ons op gaan lossen. Oké, duidelijk. Daarnaast hebben wij nog een opdracht voor je. Ja? Wij hebben een ex-collega. Die moet jij zoeken en die moet je voor ons om gaan leggen. Oké, en die... Die man die... dat is Simon. Simon? Simon. Wat heeft hij gedaan dan? Bij ons 2 miljoen zwart geld heeft hij bij ons genomen. En hij heeft het niet meer teruggebracht. Wat? Dus, Oh, er gebeuren er rare dingen, man, in de wereld, man. Ja. Dus ook willen we dat je bij hem even op bezoek gaat en het voor ons gaat oplossen. Bro, geen probleem, man. En ik weet niet, misschien kan je met hem tot een overeenstemming komen. Maar is het niet goed, goed schiks dan kwaad schiks? Wat bedoel je? Hij heeft 2 miljoen van je gepakt, bro. Er is maar 1 oplossing daarvoor. Nou, oké. Dan hebben we graag dat jij dat oplost. Ja. Ik wil voor jou minimaal zijn oor. 1 van zijn oren. Ja? Minimaal voor jou hebben, ja, man. Bro, komt goed. Ik regel. Dat, ja? We hebben zoveel met die man gesproken. Ik kan er niet over meenemen dat hij desondanks dat zijn oren tegen ons heeft gebruikt. Nee, daarom, bro. Dat in principe wil ik ook wel zijn tong. Zijn tong en zijn oren. Wow. Allebei. Ik ga kijken wat ik kan regelen, man, boys. Yes? Het moet volledig goed komen, man. Even kijken. Je had, de outfit en zijn telefoonnummer, toch? Ja, klopt. Zal ik even naar je doorsturen. Ja, stuur even door dan. Yo, boys. Yo. Ik ga er vandoor, man. Ik ga die mannen pakken, ja? Hey, ik heb volle vrouwen jou gehad. 100. Zou nog wel even iemand het bord willen lopen? Zeker, man. Zeker. Als zit ik vast, hè? Dat moeten we niet hebben. Ja, dat moeten we zeker niet hebben, man. Dat bedoel ik. Kijk, toppers, man. Ah, ik ben zo terug, jongen. Yo. Hey, houdoe, yo. Goed. Ik heb die guy zijn nummer. Kijk, hoor. Rapper. En dit is zijn auto. Ik ga hem even bellen. Hallo. Yo, bro. Yo. Jij doet toch aan drugs leveren en dat soort dingen? Ja. Ja, toch. Ik heb wat cocaïne, man. Ja, toch. Kunnen we even ergens meeten, man? Of ben je druk? Nee. Kan wel. Okay, heb je een locatie voor mij? Of moet ik zelf een locatie bedenken? Ah, waar ben jij? Ik kom naar jou. Ik ben bij Sandy, man. Ik kom zo, hè. Hoe was je naam? Ik kom Ricardo noemen, man. Ja, toch. Ah, ik zie je zo, Ricardo. Ik stuur je lokaal, ja? Ik stuur me lokaal. Is goed, yo. Ik denk dat dit wel een heel goed plekje is. Yo. Ik kom eraan, hè? Ja, toch? Is goed, man, bro. Ik zie je zo. Welke waggie? Lichtblauwe Rebble. Oh, ja, toch? Ik ben met deze, man. Zie je het? Is goed. Wat is de tactiek? Oh, jongens. Het was lang geleden, man, dat ik mensen zo heb geliquideerd. Of althans, ga liquideren, laat ik het zo zeggen. Ik ben ook solo. Niemand die op het dak zit. Dus ja, man. Ik denk best gewoon met te spreken. Oh, dit. Daar zag ik een auto, volgens mij. Oh, nee, die rijdt anders. Oké. Even zo staan. Dat is hem, volgens mij. Ja, dat is hem. Yo, bro. Yo. Alles goed? Gaat jouw plant leven? Ja, man. Maar hoezo gaat het hier? Hoe gaat het hier dan? Dat is toch geen garage hier? Hoe ga je voertuig houden? Bro, ik heb het in mijn voertuig zitten, bro. Ah, ja, dat is goed. Waarom move je zo shaky, bro? Hoezo? Ik move niet shaky. Hoezo moet ik shaky? Bro, het is toch vaag dat je zo reageert, bro? Mijn naam is trouwens Ricardo, man. Wat is jouw naam? Joey. Joey? Ja. Joey wie? Joey, man. Gewoon Joey AK of zo. Ja, zoiets. Zo noemen de meeste mensen mij, maar ik ben gewoon Joey. Geen stress, man. Jij zit hier aan de achterkant, man. Ah, ja, toch. Ik ga die pakken. Zo. Pak me even. Die koffer pakken open. Kijk, zo. Oh, wat denk je nou van niks, man? Hand omhoog.
Dit je niet verwacht, hè? Ga me even fouilleren, kerel. Wat zullen we dan? Ga me even fouilleren. Niet lopen. Hij heeft alleen een telefoon, bro, inleveren. Ah, ja, toch. Hier. Wat is het dan? Ben je stil van de verkeerde, bro? Stap in die auto. In mijn auto natuurlijk. Ik stap in. Niet achter het stuur. Van wie heb ik gestolen dan? Je hebt gestolen van de verkeerde, bro. Heel veel gestolen vandaag van mensen, hoor. Ja? Ja. Geen stress. Maar nadenken wie. Ga ik hem zo zien dan? Misschien kunnen we een deal maken. Welke deal? Ewa, ik zie dat er een gun op me gericht is, dus ja. Oké, wat ga je regelen dan? Ze planten terug en een beetje pap. Hoeveel pap? Zeg maar 50k, zoiets. 50k? Wat, hoeveel wil je dan? 50k klinkt wel goed. Ja, zie je? Wow. Als je die 50k kan overmaken, dan lek je leven, ja? Ja, toch. Ah, geef een telly, geef ik die 50k nu. Twitter, ja, dat is niet zo handig. Dit is wel een gek spot. I see. Kijk, man, mag je even uitstappen? Kijk natuurlijk ten alle tijden mee, bro. Ja, toch. Ah, ik stuur je, hè? Toch? En niet dat ik toch iets gebeurt met mij, toch? Nee, nee, natuurlijk niet. Ik vertrouw je. Nee. Geen zorg. Kijk, zo. Geef zo die man zijn planten ook terug, toch? Nee, die planten zijn goeie, bro. Stuur gewoon die money dan. Wacht. Is die nog steeds geen money, bro? Heb je die binnen? Nee, man. Wacht, kijk op je telly. Nee, ik denk je moet nog een keer sturen. Ah, check eens nu, ik stuur 1 euro. Hè. Ik heb nu wel puntje, man. Die pap heb ik niet binnen. Huh? Ja. Deze? Och, nu? Ja, nu krijg ik een euro, ja. Ik denk, je moet nog een keer doen, man, dat is glitched. Ja, ik stuur wel hoor. Ja, toch? Heb je die binnen? Soldaat. Ik zeg eerlijk, ik waardeer je geldbedrag, man. Nu kan ik zeg maar even goed naar hun toe komen en dan kan ik zeggen van bro, dat je als een bitch geld hebt overgemaakt, bro. Want tuurlijk ga ik je niet laten leven, bro. Wat denk je wel niet? I know, man. Bro, scammers get scam, bro. Je moet nooit meer stelen van de verkeerde, bro. Goedjes van Netas. Ja, heb je nog laatste woorden? Ja, fuck jou. Fuck jou! Slaap lekker, bro. Thanks voor je 100k, bro. Man is geoutplayed, bro. Lekker gast. Oké, dat is één iemand down. Nu moet ik Simon gaan vinden. Waar moet ik hem gaan vinden? Ik denk dat ik even naar de stad ga en dan even kijken. Misschien is hij bij de gym. Oké. Hila, hier is de gym. Ik heb wel een auto staan. Kijken. Ik heb nog echt wat bloed op mijn shirt. Dus dit moet ik even uitdoen. Binnen. Ja. The fuck? Dit is niet Simon. Yo, bro. Yo. Hallo? Yo. Yo, kerel. Alles goed? Ja, man. Lekker met jou? Ja, ga lekker, man. Ik heb een vraagje, man. Kom, man. Heb je hier toevallig iemand gezien met rood haar? Nee, man. Ik ben al heet alleen hier. Ja? Ja, man. Bro, solo grij, man. Soldaat. Goed bezig, man, bro. Weet toch even conditie fixen. 100%, bro. Blijf het pushen, ja. Ik ga weer door. Yo. Oké, hier is hij niet. Laat me hem anders even bellen. Yo, Simon, long time no see. Hoe is ie, bro? Yo, ja, goed. Je klinkt depressief, maat. What the fuck? Nee, joh. Ik was even aan het denken. Oh, wat ben je aan het doen dan? Ik ga even motocrossen. Ik ga even rijden? Motocrossen. Motocrossen, bij die baan? Ja, bij die baan. Oh ja, toch? Is goed, man. Ik heb je nog iets leuks te vertellen, man. Oh, wil je al een sneak peek geven? Of is het een verrassing? Nee. Ik kom eraan. Oké, tot zo. Kijk, die man heeft niks door. Oké, laat me even ver aan de zijkant staan. Als het goed is, zou hij hier moeten zijn. Dus gaan we daarheen. Die raast. Weer een boete. We zijn er al bijna. We rijden net langs de neter. Dan zou het hier zo meteen aan de rechterzijde moeten zijn. Het wordt ook al flink donker. Dus mensen gaan mij minder snel zien. Wat eigenlijk een voordeel is. Dus we kijken maar waar die is. Niet een rondje aan het rijden. Holy shit, bro. Wat? Ik ben helemaal de auto kapot. Oh, daar rijdt hij. Kijk. Hij is zo rond aan het afmaken. Als het goed is, komt hij hier zo meteen uit. Dan wacht hier wel even. Kom maar aan de verte aankomen. Wow, daar. Yo, bro. Voor wat heb jij een masker op, Simon? Brandveiligheid. Brandveiligheid? Ja. Hoe bedoel je? Als je moet er in de fik schieten, is mijn hoofd beschermd. Als het valt, dan heb ik pech. Ja. Goed vooral. Hoe gaat het met je, Simon? Oh, ja, goed, ja. Ja? Er is niks om te vertellen ofzo. Je zei dat er iets was. Nee, dat vraag ik aan jou, zeg maar. Heb ik iets gemist? Nee. Nee, niks bijzonder. Ja, man. Ik heb een cadeautje voor jou in de kofferbak, man. In de koffer? Ja, man. Moet eens kijken. Wat ligt er in de koffer? Oh, is op slot? Nu niet meer. Dat ligt niks. Geef je aan de mono, man, kerel. Hoezo? Even veren. Simon, Hoezo? Ik zeg eerlijk, die GPS, porto en telefoon mag je even inleveren. GPS? Yes, alles inleveren. Geef in mijn auto een stapje. Ja. Ja, kut. Is het slot, meneer? Ja, hij is niet open. Meneer Rico. Dat je met respect praat, kerel. Sorry. Luister dan, ik ben zoals niet gediend van wat ik heb gehoord, man, Simon. Wat heb je gehoord? Kijk, ik zeg je eerlijk, ik dacht dat wij goed waren, man. Oprecht. Oh, we zijn toch goed? Ja, oké, wij zijn goed, bro. Maar ik heb wat verhalen gehoord dat jij mensen geld heb afgenomen, 2 miljoen, dit, dat, dus... Wat? Waar heb je dat gehoord? Dat is allemaal fabeltjes. Bro, luister, geen onzin praten, bro. Ik ben altijd 100 geweest met... Nee, luister. Nate is altijd 100 geweest met mij en ik met hun, bro. Je kan me niet vertellen dat ze die liegen tegen mij voor wat. Ze willen deze vriendschappen kapot maken. Maar waarom? Weet ik niet, maar ik doe niet aan die dingen. Ja, hoe kan ik dat zeker weten, bro? Ja, weet ik niet. Ik zeg je eerlijk, matter of fact, ik ga jou naar een heel mooi plekje brengen. Oh. Welke? Technisch gezien, als ik je daar zou omleggen, dat ik misschien wel of niet ga doen, dan zou niemand je meer vinden. En dat hoeft niet. Eerlijk een jump? Oh, bro, kijk, ik ben boos, ik hoef niet dood. Je mag hun dood maken, maar mij niet. Hoezo moet ik hun dood maken? En zij vertellen gekke dingen. Ik niet. Ben je gewoon goed met ze? Met wie? Met Netas, bro. Dat ik voor. Ik ben sowieso goed met hun. Ah, goed. We praten daar verder, joh.
Gaan we naar Nidus? Gaan we naar het terrein? Nee. Oh, hier is echt achtergelaten. Precies. Mag je even uitstappen? Goed, die man. Mag je even hier tegen de muur gaan zitten? Even alles gaan vertellen, bro. Dus hoe heb je überhaupt die 2 miljoen, zeg maar, geregeld? 2 miljoen. Hoe heb je die 2 miljoen zwart geld gehad? Waar heb jij het over? Nou, bro, luister. Ik heb letterlijk een opdracht gekregen, bro, om jou eraf te halen. Mij eraf te halen? Ja, jou eraf te halen. Waarvoor ja. is dat goed? Waarvoor is dat goed? Bro, dat is een heel ander verhaal, bro. Het gaat erom. Waarom stel jij geld? Simon, luister. Ja. Weet je wat het fucked up is, bro? Ja, wat? Ik ben iemand, ik probeer het te maken in leven, snap je? Ja, ik ben niet gekomen hier door de hele dag enemies te maken. Natuurlijk maak ik enemies, bro, maar ik maak de juiste enemies, snap je? Ja, ik ben geen enemy. Ik ben een Maar daarom begrijp ik deze hele situatie niet, man, Simon. Huh? Zeg maar, geef me 1 reden waarom ik je nu niet zou afknallen, bro. Ik krijg 1 gekke bonus, bro. Ik kan mezelf in het kijken zetten van Netas, bro. Ik kan een foto sturen met wat catch boven me. Wat? Stuur een foto. Wie heeft de opdracht gegeven? Bro, wie denk je? Weet ik veel. Bro, het zal sowieso niet iemand zijn die onder jou zat. Hoe bedoel je? Is het iemand binnen Netas? Bro, tuurlijk is het iemand binnen Netas, bro. Je hebt letterlijk hun opgelicht. Hoe bedoel je? Zit jij nog in Netas? Ik zit sowieso nog in Netas. Bro, doe klaar met dit verhaal dan, pik. De sleutels die liggen nog in mijn motor. Ja? Ja, de sleutels liggen in mijn motor van de poort, hè. Wat moet ik met je aan, man, Simon? Weet ik niet. Laat me even die motor uit. Ik weet alleen dat ik niks heb gedaan. Alles is niks fout. Ja, maar dat zegt iedereen dat ze niks hebben gedaan, bro. Dat excuusje is echt slecht. Ja. Dat mag je gewoon thuis laten, weet je? Ja, wat is dan een goed excuus? Want ik heb niks fout gedaan. Bro, luister. Hey. Laat me je niet net, zeg maar, shooten als dat ding, zeg maar, daar. Dat hoeft niet, dat hoeft niet. Bro, zeg maar gewoon hoe of wat, bro. Waarom heb je het gedaan? Wat is de achterliggende gedachte? En waarom wou je hun van 2 miljoen kantelen, bro? Ik heb gewoon helemaal niks gedaan. Wie heeft de opdracht gegeven? Wie is het? Bro, wie denk je, bro? Weet ik veel, Unkel of zo. Bro, het maakt niet uit van wie die opdracht is, bro. Het gaat erom, bro. Het komt van de kant van Netas, bro. Dan mag je zelf mee invullen. Ik wil met hem gaan praten. Je wil met hem gaan praten? Ja. Maar bro, ik heb de opdracht gekregen om jou dood te maken, bro. Dus ik weet niet, je begrijpt het volgens mij niet. Nee, ik begrijp het niet. Maar hoe moet ik jou vertrouwen? Kijk, ik heb niks op zak. Ik heb me net gefouilleerd. De sleutels liggen in mijn motor. Dus, hoe kan je mij beter vertrouwen? Ik heb niks. Ik kan niks doen. Bro, om eerlijk te zijn, bro, dat is een lastige situatie. Als je mij nu dat wapen geeft, dan kan je niks wat? Doen. Hoe ga ik jou geven, bro? En dan kan je tenminste mij niet doodschieten. Ga spelen. En wat is nu een goede oplossing? Want ik wil niet dood. Ik heb niet fout. Bro, Simon, luister. Waarom zouden die mannen mij op een opdracht sturen? Ik heb sowieso net al iemand vermoord, bro. Ik heb hem een ton gered, bro. Ja, en ik heb hem vermoord. Wat? Waarom zou ik jou ook niet vermoorden? Omdat, ik ken jou al lang. Ja, maar dat is het ding, bro. Waarom zou ik iets misdoen? Ik ben betrouwbaar. Dus je wil zeggen, je hebt geen 2 miljoen genakt? Ik heb niks gehad. Sta op. Bro, zeg nu met chess, bro. Heb je het gedaan, ja of nee? Misschien ooit. Wat misschien terecht. Ooit, bro? Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Hoe kan je het niet weten? Ik heb stress. Ik heb echt stress, meneer. Ik weet je naam niet meer. Wat is dit? Bro, ik weet genoeg, man. Nico, ik heb stress. Ik weet genoeg. Ik weet genoeg. Geen stress. Nee, ik wil niet dood. Heb je nog iets te zeggen? Ik wil zeker weten niet zo dood. Wat waren jou? Eigenlijk jouw laatste woorden, bro. Want vorige keer handsupte jij mij. Wist je dat nog? Weet je wat mijn laatste woorden zijn? Nou? Weet ik veel. Ik denk er niet aan. Helemaal klaar mee. Oh. Laat je me gaan. Simon. Ja. Kom. Stop in. Wat afleveren? Hey. Bro, we moeten jou afleveren, bro. Bedoel je? Nee, hoeft niet. Misschien moeten we wel even mijn motor gaan halen. Even stil zijn. De sleutels nog in. Nee, ik ben niet stil. Gisteren was jij niet stil met de wapen in de auto. Nu ben ik niet stil met de wapen in de auto. Oh, hell nou. Serieus. Ik moet zo meteen nog stresspipi doen, jongen. Stresspipi? Ja. Ik wil zulke dingen echt niet horen, bro. Oh, het gaat in je auto moeten, hè? Bro, Simon, luister. Ik dacht dat je man van chest was, bro. Maar volgens mij is jouw chest een klein beetje ingedukt. Bro, ik heb altijd wat op zak. Alleen als ik ga motocrossen niet. Waarom pak je me nu? Vertrouw die je. Bro, ik wil nog een eerlijke fight halen. Je moet in het circus gaan werken, bro. Misschien zoeken ze daar nog wat clowns. Clowns? Noem je mij een clown? Nou, je motor is ook nog weg, bro. Heb je nog een reserve sleutel bij? Nou, misschien... ik weet het niet. Misschien mijn masker. In je masker? Ik heb een boekzak gestopt. Ja. Oh, je hebt... Goed, wat zit? Laten we gewoon naar het terrein gaan, bro. En... Nee, er zit helemaal niks in. Helemaal niks. Geen stress. Ook gewoon niks in het masker, hè. Geen stress. Ik had er altijd een reserve sleutel. Ja, bro. Simon, niet te veel wol op, bro. Je praat echt veel. Zeg maar, je praat veel, maar er komt weinig uit, zeg maar. Dat komt op neer. Ja, maar ik heb stress. Luister, je gaat precies doen wat ik zeg, ja? Dan weet je dat alvast. Oké. Okay. Moet ik mijn kleren al uitdoen of hoort dat Yo, dan niet? Yo, kerel. Yo, broer. Wapens in de stad, hè, dat je weet. Ja, dat is een goed teken, man. Dat is een goed teken. Moet even deze opdracht voltooien. Ja, dat begint stress. Kijken, man. Ik word hier gewoon gekidnapt, mijn eigen terrein. Oké, daar geen zorgen om. Uitstappen die handel. Ja. Heb je onzichtbare ding? Ja. Heb je onzichtbare Micha. Kevin, we gaan zo rijden. What the fuck? Oh, Simon, kom hier, bro. Hallo. Bro, ik zweer het. Je weet dat ik demper heb, bro. Kom hier. Ik wil niet dood. Ja, nee. Gewoon blijven. Huh? Waar is Micha heen? Pompo. Oh, de. Yo, Micha. Yo. Bro, Streda. Ik weet niet wat ik met deze man aan moet. Hoezo niet? Hij moest eraf, toch, bro? Maar die story, het klopt niet. Hoezo klopt het niet? Hij zegt dat jullie nog goed zijn, dat hij die 2 miljoen nooit heeft gestolen. Ik heb niks gedaan, niks fout. Hoezo lach je?
Ja, het is niet echt om te lachen. Hoezo lach je? Bro? Eerst moet je oor nog eraf halen, bro. Hij had er bijna een kogel door zijn hoofd ingeschoten. Ja, van Unkel moet je zijn oor eraf halen. Ja, Simon, dat klopt. Simon, waar is die 2 miljoen gebleven? Ik heb niks. Ik heb helemaal niks gedaan. Waar hebben jullie het over? Simon, ja. waar is die 2 miljoen? Ja, ik heb geld op mijn bank. Maar ik weet niet welke 2 miljoen, maar ik heb zeker 2 miljoen. Maar ik ga toch niet mensen oplichten voor 2 miljoen? Hold on. Micha, luister. Ja. Ik moest deze man eraf halen, bro. En je vraagt hem zo rustig. Waar is die 2 miljoen, bro? Wanneer heeft hij nou wel of niet 2 miljoen? Zeg maar, je gaat er echt nog heel rustig mee om, zeg maar. Ik zou al lang iets in zijn nek leggen, snap je? Ja, ik... Als je hem eraf wil halen, bro, ik kan nu mijn pistool aan jou geven, bro. Er zit een demper op. Je kan letterlijk zijn hele brein eruit schieten. Wat? Hey. Ivan. Ja. Je denkt toch niet serieus dat Simon 2 miljoen van ons zou stelen? Bro, weet ik veel, bro. Jij geeft mij die opdracht, bro. Ik, hier, ik zei het. Ik had hem ook door zijn hoofd hier in kunnen knallen, snap je? Nee. Het was alleen te kijken of jij je eigen collega zou omleggen. Nee, tuurlijk niet, man. Tuurlijk niet. Bro, ik vond het al raar, zeg maar. Want tuurlijk, Simon, ik ken hem al langer, snap je? Hij was ook, zeg maar, hielp me ook, zeg maar, om een beetje met meer contact met jullie te komen, zeg maar. Dus, zeg maar, het zou niet kloppen, zeg maar. Nee, klopt. Dit was gewoon een test om te kijken hoe ver jij zou gaan. Oh, maar die andere guy is ook onschuldig dan? Nee. Oh ja, hij is er wel echt af, man. Ik heb ook 100k van hem gegript. Oké. Okay. Huh? Dat is 100k. Mooi. Dat heb je goed gedaan. Ja, kijk. Ik vind 100k. Hij wil het gewoon terugbetalen, toch? Ik zeg, ja, toch? Maak 50k over. Hij maakt 50k over. Ik zeg, ik krijg het niet binnen. Daarna stuurt hij een euro en nog een keer 50k, die Oompa Loompa. Dus, Nee, dat heb je goed gedaan. In ieder geval goed dat je Simon hebt veilig hebt thuisgebracht. Ja, toch? Hey, Micha, volgende keer moet je wel, niet zoveel wapens. Ik wil ze weer naar dood. Nee, maar dat kan jij wel zien. Niet te veel, man. Hey. Oké, okay, dan is het goed, man, boys. Ik denk ook dat je met vlag en wimpel bent geslaagd. How could it ever be done when I know we need more? If I never told mama we're selling at tours. I'm in a backseat S-class, hand up, best class. You were never there before.